Hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Open TTD Let's Play Series Seizoen 2 met First Industry Replacement Set en mods. Hoe vaker ik het zeg, hoe makkelijker mijn mond uitkomt. Vorige keer waren we gebleven bij deze olievelden. En ik heb eigenlijk niet veel tijd gehad om offline even achter te schermen deze productie van deze schepen te bekijken hoe lang en dan nieuwe schepen te maken. Zo zeggen. Dus we houden een pauze af en kijken hoe ver ze gevuld zijn. 70%, 84%, want ik wil graag zodra dit één schip weg is, dat we dan een ander schip erbij klonen. Dan een jaaroverzicht, financieel. Moet ik ook even kijken of ik nog steeds verlies, maar wel steeds minder verlies. Nou, ik ga de boot alweer. Klon schip, gaan. Ik moet wel weer de taal in het Nederlands gaan zetten, zo te zien. Vergeten in het Engels te zetten. Ik heb natuurlijk ook een Engelse Let's Play series, maar dat is met een challenge. Nee, precies. Language Dutch Space. En hier is het ook bijna. Want zodra dit schip weer terug is, dat gaan we in de gaten houden op een tweede kijkvenster. Zetten we hier neer. Dan heb ik het ook nog van kolen. Oh, kolen, dat is zo. Oh ja, dat bedoel ik. Even kijken. Die en nog een extra kijkvenster. Ja. Zodat we deze in de gaten kunnen houden. Zodra er weer een wegvaart. Dan kunnen wij nieuwe schepen gaan bouwen. Moet ik wel ook de... Ik denk dat we wel eventjes een extra depot gaan inzetten hier in de buurt. Dat we die dan maar hier zetten. Eentje hier. Die weg. We hebben even wat minder ruimte op deze manier, maar dat komt wel altijd weer ten goede. Dan gaan we eerst even kijken naar... We zitten al op 70%. Waar de dam 2 is die? Oké. Nou, staat ook erbij. Die zet ik hier neer. We gaan kijken waar het andere scheepje is. Waar gaat hij nou helemaal naartoe? Oh ja, naar deze transferstation. Daar staat al een trein te wachten. Nee, de trein is al weg. Daar hebben we... Oh ja, dit scheepje hier. Voor jij gaat het scheepje hier naartoe... Ah. Doen wij... Oh, is net weg. Potjandori. Oké, zo kunnen we proberen de olie omhoog te duwen. Ik wou hier kijken naar deze station. Ja, zie je? Dit is de grote mainboot. Dat zijn de transferboten. Die transferen straks alle olie hier naartoe. Nou, Urk-Oost tenminste. Dat is wel de bedoeling. Ja. Urk-Oost overdragen en vertrek leeg. Wacht, we zien een vissersbootje. Hoe een vissersbootje zit. Maak een goede winst, dus daar hoeven we niks aan te doen. Wij gaan dan even hier naartoe kijken, want dan wordt hier olie geleverd. Er staat al genoeg olie te wachten. Hoeveel treinen we hier rijden? Ja, gaan we denk ik nog maar een treintje klonen. Klonen deze trein en gaan. En dan gaan we kijken. Of hier dan meer chemicaliën komt, want als hier meer chemicaliën komen, hier moet ik naartoe. Nee, hier. Ze komen hier wel doorheen, moet je zien. Ja. Ah, die is al onderweg. Ah, die is de tweede al te wachten. Wij even opletten op deze bootjes hier. Zodra het eerste bootje weer terug is, dan weten we dat we niks hoeven te
Zo blijft de olie binnenkomen. Even kijken. De locatie. 90%. Dat boost op de productie voor de chemicaliën. Dat zag je nu al dat de chemicaliën in zitten te wachten. Daar gaat alweer een boot aan deze kant. Gewoon een schip. Dat is deze, ja. Is de volgende alweer terug? Weg terug. Ah ja. Nog niet. Deze staat nog te wachten. Die maakt wel heel veel verlies. Ah, daar komt al een aan. Dan gaat hij weer bijgevuld worden. 75%. Mooi. Ah, dat gaat snel. Kijk, en hoe meer olie hier ligt te wachten, hoe minder lang hij hoeft te wachten. Ik wil toch eens even kijken hoeveel deze nou precies maakt. Wij gaan jou volgen. Oh. Zeg dat dan, dat er een bootje weg is. Zo. Ja, daar is die. En dan zou de score uitstekend zijn hier. Uitstekend, 80%, mooi. Dat moeten we hebben op een station. Dat vond je nog niet vaak gehad op dat station. Want omdat het toch langzaam gaat, dan hoeven we dan ook niet al die olie snel mogelijk op te slaan. Dus nu even afwachten wat nu gaat gebeuren. Nou ja, langzaam moet de trein weer vervangen. Ah. Ah, gelukkig. Net op tijd. En dan vinden ze ook al een redelijk vloot aan boten. 1, 2, 3, 4, 5. En deze heeft 3. Dan ben ik wel eens benieuwd hoe het met de chemicaliën gaat. We gaan even hier kijken. Ik ben benieuwd naar de inkomsten van deze. De trein komt ook al binnen. Er staan twee treinen te wachten. Zo verwachten. Ik verwacht tenminste dat nu door dit te plaatsen of te maken, dat er van de transfer deze twee treinen volledig vol zijn. En zodra hij terug gaat naar zijn of naar de rij, daar is hij alweer. Mooi, 12%, 100%, 64%, 80%. Mooi. Wordt de vrije route. Nou, dat is toch een goede bedrag voor overdraagkosten. Is het bijna op 80%? Is er wel iets? Dan gaan we even naar. Is er wel iets bekend? Locatie. Over wanneer het eerste schip terugkomt. Is het schip onderweg? En. Weg. En het schip terug aan het gaan. En die gaat denk ik naar Uithuizendam Zandbank. Uithuizendam Zandbank. Dan kan ik hier nog net één. Nog één bootje laten varen, hoe die tanker laten varen. Dan denk ik dat daarna die andere wat dan terugkomt. Want hij is nu bij best 3.
Hij gaat nu ook weg. Hij is nu ook weg. Maar ik denk, als ik dat zo zie, zo ben op de terugweg. Zodra hij daar is, ja. En bij deze is hetzelfde laken locatie. Ze komen elkaar tegen. Die komen elkaar tegen zo meteen. Dan hebben we die. Is onderweg terug. Dan zo hier. Die, zodra die vol is, dan hoop ik dat deze. Nou, die ook een kortere afstand. Deze gaat naar Best Valley. Als ik het goed heb. Best Valley, ja. Mooi. Hier staat nog even geen, maar dat is de moeite niet waard, want hij is al bijna terug. En vertrekt een volle lading. 73. Hoeveel lading kan zo'n boot aan? Totaal letterlijk gezien. Oh, dus als hij daar aankomt, dan zou het direct ook in 2. Ah, hij komt de tweede ook aan. Mooi. Volgens mij hebben wij de loop compleet nu hier. Als ik het goed heb. Hier ook. 47%. Ik denk als hij vol is, dus hier hoeven we niks meer aan te doen. Dus het klonen van de boot is gebeurd. Sorry, ik moest even mijn stukje fly naar binnen werken. Hoeveel treinen hebben we lopen van de chemicalie? Zou daar nog één erbij kunnen of... De olie is net weg. Nu komen we van de twee kanten, komt olie binnen. Hè? Vanuit hier en vanuit daar. En ik denk dat wij dan... Deze hier moeten gaan inzetten. Omdat hier de olie binnenkomt. Zo. Dan wordt dat tenminste gescheiden op die manier. Hier gaat het ook goed. Kijk, deze gaat nu steeds hier naar weer. Zit nog behoorlijk vol. Komt al een trein aan. En de chemicalietrein is ook al onderweg. Dan denk ik dat wij nog een trein hier gaan inzetten. Mooi. En dan komt de andere ook al binnen. Want hij komt ook alweer zo meteen binnen. Mooi. Zo mag ik het graag zien. Netjes. Maar wat ik mij nu afvraag is, want hij heeft nu een hele volle lading deze boot. Of we nog een klein schipje kunnen bijbouwen, die dan hier heen en weer gaat. Deze trein wacht niet, die twee wachten nu op elkaar. Ik wil niet te veel trein laten rijden, dus dan laat ik het bij. Ja, bij 3. Ah, ziet mooi uit. De animatie erbij. Want nu moet toch wel de. Chemicaliën omhoog gaan zijn. Ik doe nog een chemicaliëntrein. Dan hebben we 3 chemicalietreinen en 3 olietreinen hier rondrijden. Oh, ga je terug, sorry. Ik moet jou even overslaan dat ze die... daar naartoe gaat. Ja, dat is juist. Zo, die zijn hier een olietanker aan, volgeladen met olie. Even pauze. Wel wat langer varen.
Nou, dan komt de volgende olietrein al aan. En dan zitten we op het juiste spoor. Ik vind dit wel een geslaagd station. De trein is nu onderweg. Straks komen de treinen weer terug. Twee keer laden. Ja, ik denk wel dat het genoeg is, 3 treinen. Tot nu toe even 3 treinen. Hij kan 2 keer heen en weer. Hij kan eigenlijk de hele tijd blijven heen en weer blijven varen. Hetzelfde geldt voor hier. Mooi. Nou, we gaan kijken wat we hier kunnen doen. Want nu wordt dit hier wordt nu verhoogd. Hè? 52 ton hout. Ik heb nu meer chemicaliën binnen zometeen. Even kijken op de 52. Mooi, zo mag ik het graag zien. We kunnen denk ik ons railtje gaan maken. Onze railway, de treinlijn, de railwaylijn. Vanuit houtzagerij Venray naar voortgezaagd hout. Omdat de eerste nu goed loopt, kunnen we nu verder gaan met het tweede gedeelte van... Ja, operatie wil ik niet zeggen, maar van plan constructiematerialen. Wat gaan we hiervoor gebruiken? Is best wel zware vracht. Goed, is dat zo'n B vind ik wel leuk. Station 2 en 5. En dan komt aan deze kant te staan. Control en dan een Venray zagerij. Dat is dan weer een extra paragonnetje. Zo. Zo, en dan deze kant op. Maar dan moet ik weer hier langs te komen kijken. Oh, hoe moet je die trein gaan rijden? Dat moeten we eens even gaan uitzoeken. De trein moet helemaal aan deze kant komen. Ik zet hier ook alvast het station neer voor de aankomst. Dan maak ik deze van station C. Zodat we aan deze kant dan de constructiematerialen kunnen maken. Kan die misschien nog iets meer naar achteren doen? Ja, zo. Spoortje hier. Spoor daar. Beetje wat langere aanloop. Aanwegtijd. Zo. Dan maken we die daar. Oké. Zetten we de seinen er neer. Maar dan moeten we hier aan koppelen. Ik denk dat wij het beste misschien hier een... Omdat ik die viertje wil bewaren, wil ik niet gaan weggooien. Zetten we een soort dijk achter iets neer en dan met een bruggetje omlaag. Zo. Nou, gaan we kijken. Deze kant is het makkelijk. Dus het hoeft vanaf hier. Daar. Dan moeten we nu gaan kijken hoe we hierop inkomen. Zo, deze kant op deze manier. Ik hou gelijk een beetje rekening met dat wij misschien voor de toekomst dit even doen. Deze hele afdeling heeft geen sein. Kom ik dan nu pas achter. Zo. En zo. We zitten in mei 96. Oké. Okay. Nou, de sein erin zetten. Dan moeten we hier wel weer een voorrang zijn. En dan zetten we hier een voorgang zijn en hier een voorgang zijn. Zo. Nou, hier kunnen ze naar binnen toe in ieder geval al. Daar en daar. Ja, depotje erbij. Dan is het
boven zitten bezoeken. Daar. Mooi. Goed. Nou, we hebben deze lijn nu. Dan moeten wij op deze lijn zien te komen. Tenminste. Nee, op de ijzerartslijn. Hier, op deze lijn moeten zien te komen. Want die gaat helemaal hierheen, hierheen. Moeten we hier kijken of we hier een aftakking maken. Op de een of andere manier. Laten we eerst maar even dit doen. Ik denk dat we vanuit hier aftappen. Zo langs Goes heen. Dan hoef je niet via deze kant. Of vanuit hier. Ja. Ik denk dat het wel leuk is als we het vanaf hier doen. Ja, je hebt hier al die kruising al, hè. Dubbele kruising daarnaast. Ik denk dat het beste gewoon hier is. Zo en zo. Nou, heb je dan. Dan maken we daar geen. We maken een tunnel en geen brug. Zo. Twee soorten sporen. En deze helemaal naar deze kant. Ah, dat ziet er mooi uit. Ik ben tevreden over het resultaat. Deze kant nog. Voilà. Ah, dat ziet er toch professioneel uit. Al zeg ik het zelf. Nee. Grapje. Ziet er gewoon leuk goed uit. Dan moeten we hier een extra sein plaatsen. Dan hier. Ja, dan hier. En dan control. Daar. En hier. Nou, aan deze kant hebben we het dus al af. Nou, we moeten dan nog die poos neerzetten. Ja, en zet dan deze kant in de poos neer. Zo. Oké. Heb ik nou het groen gesproken? Ja. Houd maar even bij gewoon spoor. Dan moeten we hier gaan kijken. Dit is een hele grote. Ja, hier komt heel wat bij elkaar. Hier komt stenen, metaal en zo. En zo te zien is de productie al een beetje opgelopen hier. Maar ik denk als hij vult, dan is hij weer gelijk vol. Zie je, ja. Dus we moeten sowieso de productie tjik omhoog krijgen. Hoe komen we hier aan? De trein komt hier aan. Dan is de trein van de ijzererts die hier naartoe gaat. Dan moeten wij. Er zijn twee sporen. Eén gaat kortom, één gaat rechtdoor. Oké, dat is duidelijk. Dan zou ik deze op deze kunnen doen, toch? Het simpelste. Wel een beetje kink in de kabel. Ik denk dat ik het anders doe. Zo. Als ik hem dan. Dan wil ik het zo doen, op deze manier. Ja. Dan hebben wij deze al. Zo. Gewoon een extra sein hier neer en een seintje hier neer. Hier neer. Dan als het goed is, dit is dan de lijn van
Ja. Hij kan dan hierheen, hierheen. Hier langs gaan, hier langs gaan, hier langs gaan. Neemt dan hier een aftakking. Ja. En die gaat dan hierheen. Wel eventjes een sein binnenzetten. Ik denk dat ik hier maar een extra voorgangssein ga inzetten. Staat er eigenlijk al, maar die mag dan de normaal zijn. Ja. Dan deze lijn. De lijn om op dit spoor te komen. Je zou kunnen zeggen, je trekt de lijn hier door en gaat hier onderdoor. Nou, wordt het hier ook weer zo... zeg je dat? Groot knooppunt. Ik denk dat ik de knooppunt moet gaan vermijden. Ik zou hem even, omdat hier een sein staat, vanuit hier binnen laten komen. Of vanuit... Waar kan ik dat het beste doen? Als ik dit stuk opschuif... Als ik dit stuk opschuif... Dan zou ik hem vanuit hier kunnen laten gaan. Dan ga ik hier onderdoor. Ga ik hier langs. Ik hier weer onderdoor. Nou, wat weet je of veel onderdoor zijn. Ik zou hem vanuit hier kunnen doen. En een goede tunnel hier onderdoor maken. Snap je wat? Of... Lastig. Hier zo langs gaan. Of hier onderdoor gaan. Wat is de beste mogelijkheid? Wat is goede wijsheid? Dan zou ik hem eigenlijk net zoals de achter hier willen aftakken. Als je ook een driesplitsing hebt. En dan... Als wij nou dan... Als ik zo word vanuit hier, dan kom je hierop uit. En dan zal je vanuit hier... Ah, krijg je weer een kink hier in de kabel. Nou, laten we eens even dit gedeelte maken. We weten tenminste waar we naartoe moeten willen. Ik zou hem ook wat meer die kant kunnen doen. Oh, wacht, ik zat misschien dit zo te denken. Maar dan kom je niet uit hier. Dus dan moet het vanuit hier komen. Dan zetten we... deze manier neer. Dan komen we uit. Als ik hier even de lijn maak, komen we uit hier zo. En ik kan nergens een extra dingetje maken. En alweer hebben wij een jaaroverzicht. Redelijk. We beginnen al op te klimmen, zo te zien. Dat vind ik mooi om te zien. Je komt dan ongeveer hierop uit, als ik het goed heb. Een stukje verder. Tunnel, tot dan hier een tunnel liggen.
ik wel zou kunnen doen, is dat wij... Ja, de brug gaat nog niet. Hoe gaan we dat doen? Ja, deze melding geeft hij als hij op die tijd zit, maar daar hoef je je geen zorgen over te maken, over die melding. Als ik hier nou een brug overheen maak, ik zou dit stuk kunnen opschuiven. Een stukje. Zo. Laten we dit eens even gaan doen. Dan hebben we tenminste wat meer vrijheid. Hij zegt cool en schoot. Waarvan heb ik deze lijn dan zitten? Vraag me af. Of voor het klei? Of voor ijzererts? Wat vervoer jij? Oh, ijzererts, toch ijzererts. Ja, al die tijd daar geen sein gehad. Zo. Maar hoe keer jij dan terug? Of via deze kant? Ah, oké. Nou, weet je tenminste waar we de seinen moeten plaatsen? Dat is hier doortrekken tot aan achter. Ah, oh, dat gaat toch niet. Want dit stuk gaat dan eruit. Tot aan hier. Dan moeten we alleen zorgen dat we dit stuk weer op orde krijgen. Zo, en dan maken we hier een brugje. En dan ook weer seinen erbij. Ja. Ja, dat moet er ook maar erbij zo. Nou, dat is wat meer ruimte hier. Het ziet er eigenlijk een stuk mooier uit op die manier. Dan kunnen we hier door een tunnel maken. Dan gaan we tot hier. Zo ja. Ah, mooi. Zo wou ik het graag zien, ja. En dan gaat het hierop. Dan moeten we alleen nog een sein hier hebben. En hier de sein zo. Die gaat dan zo omheen. Dan gaat hij daarheen. Dan komt hij hieruit. Mooi, waar ga jij naartoe? Is goed, mooi. Ik denk dat we onze eerste gezaagdhouttrein kunnen gaan vervoeren. Laten rijden. Even kijken, waar hebben wij ons... Oh ja. Eens kijken hoeveel hout er staat te wachten. Hoe meer hout, hoe beter, hè. Ga je ook extra trein maken. Hoeveel trein hebben we hiervan? Ja, kloon. En... Kloon. Gaan en gaan. Dan hebben we jou... Die gaan we later nog vervangen. Die trainen rijden. Nou, laat het gezaagd hout maar beginnen te zagen. We hebben alleen maar diesel te zien. Dus pak kijken wat een leuke dieseltrein. Toch aan de benen. Eens even kijken wat voor soort hout we hebben. Gezaagd hout. Boogiebolster. Ah, genoeg om uit te kiezen.
allemaal gezaagd hout. 80 km per uur. 80 km per uur. Gesloten wagen, 100 km per uur. En hier hebben we, dat zijn wel kleintjes. Containerwagen, 101 km per uur. Containerwagen, 101 km per uur, 101 km per uur. Het is 80 km per uur. Die is 100 en die kan gezaagd hout. Dan zouden we dus een trein moeten hebben met 100. Ja, deze houtwagon is eigenlijk. Ja, pak gewoon 101 km per uur. Of is dat te langzaam, vind ik, hè? Even kijken wat voor een. Laten we eens kijken wat voor locomotief we pakken, om dan altijd gaan beslissen. Wat wij willen hebben. De EMT. 44 km per uur. Luxemburgse treinen. 52 km per uur. De NBS 120 km per uur. Ja, pak voor deze. Will become reduced range for TGV's. Ja, maar die vind ik wel leuk. Dus ik krijg een andere trein dan steeds. Gezaagd hout. Gezaagd hout. Ah, gezaagd hout. En dan pakken we gewoon het boogie bolster. Of de houtwagon zelf. Houtwagon gedaan, zo'n stukje goedkoper. Hè. 5. Dan zeggen wij ombouwen tot gezaagd hout. En dan ga je vanuit hier volledig laden. En dan helemaal aan de andere kant van het eiland bijna. Van de map. Hier. Hier en dan ga je hier uitladen. Alles lossen. Ja, natuurlijk. Zo. Dan pakken we het twee keer. Hout. Waarom ga jij nou niet eruit? Ik heb dat ook gemaakt. Je kunt hier langs. Moet je nou per se daarin? Wacht op vrije route. Ja, maar je hebt toch een vrije route hier? Ja, zie je? Ik was even bang dat die... De trein hebben we nu redelijk opgeslurpt. Er komt weer een nieuwe chemicaliën binnen. De trein is gepassioneerd en er staat best wel veel ton hout te wachten. Dus zodra jij bent geleegd. Nou, we gaan eens even kijken hoe de keten zich voltooit. En dan zitten we al over de tijdslimiet heen, zo te zien, want we zijn al meer dan 40 minuten op aan nemen. Of bijna tegen de 40 minuten. Chemicaliën komen, blijven doorstromen, oké. Okay. Dan gaan we naar de olie. Mooi. Hij blijft heen en weer gaan. Hij is nu ook weer terug aan het gaan. Is een tweede boot handig? Is een tweede boot handig? Omdat er best wel veel staat. En de score van de station is erg slecht. Is een tweede boot handig? Dat vraag ik me af. Gaan we een tweede boot pakken, ja of nee? Dat gaan we voor de volgende keer doen. En ja, dan hoop ik op jullie reactie. Dat jullie zeggen van ja, er staat zoveel olie te wachten. Pak nog zo'n grote boot en laat ook heen en weer varen. Waardoor je dus meer olie krijgt. Meer olie is meer chemicaliën. Meer chemicaliën is meer gezaagd hout. Is landbouwmaterialen. En de landbouwmaterialen worden afgevoerd bij het bos. Waardoor je daar dus meer landbouwmaterialen krijgt. Waardoor meer hout kan naar de houtzagerij. Meer houtzagerij betekent meer gezaagd hout. Meer gezaagd hout. En zo kun je maar doorgaan. Ik leg het nog wel even in. Meer gezaagd hout naar de houtwerkplaats in Eindhoven. En meer gezaagd hout
betekent dan ook weer automatisch constructiematerialen. Hoe meer constructiematerialen naar de kolenmijn, hoe meer kolen. Hoe meer kolen gaat naar de metaallijn, hoe meer metaal. En dan zo gaat het rondje maar door. Het is ingewikkeld, maar er komt trouwens binnenkort, ik weet niet wanneer, maar binnenkort is sowieso een serie aan over industrieketens. Zowel de vanillegeem als de subtropical, Arabica. Ja, even uitleggen hoe dat allemaal werkt. Hè. Dat jullie het misschien ook snappen. Een soort uitlegvideo. En daar komen we heel wat delen van uit. Het zijn denk ik korte video's. Het zit in mijn hoofd hoe ik dat wil hebben. Dus daar ben ik mee aan het werk nu. En ik hoop dat ik jullie daarmee plezier kan doen. Hebben jullie nog suggesties? Sowieso, laat een suggestie achter of wij een tweede boot hier moeten maken. Op deze tussen Urgert en Nieuw-Hardendam-Woud. Moeten we daar een tweede boot maken? Ja of nee? Laat dat achter in de reacties. Heb je nog andere vragen? Heb je nog andere ideeën of andere dingetjes? Laat het zeker wel achter in de reactie. Ook moeten wij een nieuwe boot kopen, ja of nee? En dan zie ik jullie graag tot een volgende keer bij de volgende aflevering. Vergeet niet te abonneren. Blauw duimpje wordt zeer gewaardeerd. Druk op de notificatiebel als jij wilt geabonneerd blijven. Of de video's wilt binnenkrijgen in de Instabox. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. Zeg tegen jullie, laters.